Een dag uit het leven van een lasser begint met het aantrekken van de noodzakelijke kleding en alles wat daar nog meer bij hoort. De zogenaamde PBM's, ofwel de persoonlijke beschermingsmiddelen. De leidinggevende geeft de lasser de werkopdracht van die dag. Wat je nu ziet is het onderpoederlassen van panelen die voor een schip bestemd zijn. Als de slak, dat is het restproduct van het lassen, met een bezem verwijderd is, kan het resultaat beoordeeld worden. Lijnrecht en oersterk. Ook bij een lasser is tekening lezen meestal het begin van de werkzaamheden, omdat daar uiterst precies op staat aangegeven wat er moet gebeuren en hoe dat eruit moet komen te zien. Iedereen weet dat er bij lassen niet alleen gloeiend hete spetters vrijkomen waartegen je beschermende kleding aan moet doen, ook je ogen moeten afdoende beschermd worden tegen het verblindende licht dat bij het lassen nou eenmaal ontstaat. Er zijn verschillende lastechnieken waarvan je er als lasser zoveel mogelijk moet beheersen. Een aantal daarvan kan je op deze film zien. De leidinggevende beoordeelt een hoeklas en geeft instructie wat daaraan nog moet gebeuren. Een hoeklasmachine wordt in positie gebracht, zodat er met het laswerk begonnen kan worden. Als je ziet hoe weinig werk het eigenlijk is om de beschermende kleding aan te trekken, snap je wel dat dat eigenlijk nooit problemen hoeft op te leveren. Je hebt ook altijd een VCA-certificaat nodig als bewijs dat je veilig kunt werken. Als het werkvlak schoongeborsteld is, kan er begonnen worden. Er wordt een riltrekmachine opgesteld. Deze wordt gebruikt bij lassen over een lange afstand. Het is een klein tractortje dat op een rail loopt en waarop een laspistool is bevestigd, waarmee de lasser de machine op afstand kan bedienen. Je kunt als lasser ook doorgroeien naar allrounder, waarbij je minder ervaren collega's begeleidt bij het onder de knie krijgen van alle facetten die bij dit werk horen. Er wordt bij dit bedrijf niet alleen in de hal binnengewerkt, ook buiten moet aan de wand van het schip laswerk verricht worden. Dat gebeurt in een hoogwerker, waarin de lasser veilig staat. Zo kan hij de diepgangcijfers aan de buitenkant van het schip aflassen. Als het schip eenmaal vaart en geladen is, kun je de diepgang daarvan aflezen. Zo zie je dat niet alleen het schip, maar juist het beroep van lasser echte diepgang heeft.